Dames en heren, jullie weten niet waar net is gebeurd. Ik heb deze video net opgenomen en ik moest gewoon bij OBS. Dit is OBS. En ik moest hier klikken op opname starten. En ik had geklikt op stream starten. En ik heb dus terwijl ik deze video heb opgenomen fucking lang gelivestreamd. Nu moet ik dus de video helemaal opnieuw opnemen, dus dat gaan we doen. Voordat de video begint, even een korte disclaimer. Als jij niet weet wat betekent, als jij niet weet wat betekent, als jij niet weet wat betekent, als jij niet weet wat is, als je niet weet wat ik net heb gezegd, als je niet snapt waarom ik net dingen heb geblurred, als je geen 16 bent, klik je even mooi op het kruisje rechtsboven. Dan is alles safe, en anders ga je nachtmerries hebben. Maar ben jij nu echt zo'n ignorant kunt en denk jij van fuck alles, fuck regel, fuck wat mijn ouders denken, ik drink ook al fucking alcohol en ik ben nog maar 12, dan is het natuurlijk volledig op aan jou om naar deze video te blijven kijken, want ik kan niet op het kruisje drukken voor jullie. Ik moet het wel even zeggen, de video is 16 plus. Dus heb jij geen zin om dingen te horen die je nog niet moet horen? Dan raad ik je aan om de video weg te klikken. En wil je dat wel, dan blijf je gewoon kijken. Voordat je weg gaat, wel even een duimpje omhoog. Klik dan op rechtsboven. Ja, oké, okay, let's go. Dames en heren. Waarschijnlijk weten veel mensen van jullie het niet, maar ik ben dus afgestudeerd in de psychologie. Dat is niet waar. Maar ik ben dus wel een echte seksdokter. En er bestaat zo'n site in België. En die site noemt AWEL. Luister naar kinderen en jongeren. Want er wordt niet genoeg geluisterd naar kinderen en jongeren. Wij krijgen geen aandacht. We hebben zo'n moeilijk leven. Je weet niet wat er allemaal gebeurt in ons leven. Fucking moeilijk. De helft van ons zit op school. De andere helft maakt YouTube filmpjes. Vandaag ga ik met jullie praten omdat ik weet hoe moeilijk de jeugd het heeft. Er is een forum. En op dat forum is er een tab. En dat gaat helemaal over seks. En omdat ik afgestudeerd ben in de sekspsychologie, ga ik even moeilijke vragen beantwoorden die niet beantwoord zijn en die toch een antwoord nodig hebben. Deze site staat vol met moeilijke vragen die niet beantwoord zijn. Duizenden vragen van kinderen die denken: ik ben zwanger en ik ben 13 jaar. Allemaal zo denk. Het is vreselijk dat deze kinderen met dit probleem kampen en dat niemand ermee kan helpen. Daarom ben ik hier vandaag. Ik heb geen broek aan. Want ik ben psycholoog en ik weet dat als je geen broek aan hebt, dat je mensen beter kan helpen. Vandaag ga ik al deze mensen uit hun lijden verlossen. Een raad geven waar nodig. Ik ga dit meisje van 13 helpen met haar zwangerschap. Hey, Awel. Mijn naam is Babytje. Ik ben 13 jaar en ik heb al seks gehad. Je ouders zijn zeker niet gevallen. Ik heb er echt geen spijt van, want ik hou echt van mijn jongen. Hij is 16 jaar. Die jongen mag echt... Echt uit de auto vallen. We hebben seks gehad, maar zonder condoom. Dat is echt slim. Ik kan dat alleen maar aanraden. Zo moet het. Ik weet dat het een domme zet was, maar het is nu gewoon gebeurd. Ik denk dat ik hierdoor zwanger ben. Ja, je denkt dat. Je denkt dat je zwanger bent. Ik denk ook dat ik zwanger ben. Ik voel het. Ik voel het aan mijn baarmoeder. Het is zo. Mama, ik ben zwanger. Het is gebeurd. Er is niks meer aan te doen. Er komt een baby over 10 jaar. Ik heb er met hem over gepraat. En hij zei zonder na te denken: als er een baby komt, dan ga ik weg. Dat heeft hij sowieso gezegd. Een jongen van 16 zegt dat sowieso tegen een vriendin van 13 die zo groot is. Ik was echt verschoten, want ja, allee. Dat is wel je eigen kind, hè. Ik weet dat als ik het hou, dat ik echt heel veel problemen ga... Nee, je gaat geen problemen krijgen, natuurlijk niet. Je bent 13. Je gaat nooit problemen krijgen met dat kind. Op het moment dat dat kind geboren is, is die baby al lang ontploft in jouw buik. Jouw buik is zo groot. Die baby is zo groot. Snap je? Dat kan niet. Die jongen wil echt absoluut het kindje niet houden, maar daar heeft hij toch niks over te zeggen. Kijk, als je zo gaat praten, dan mag je het kind houden van mij. Kerel wil dat kind sowieso niet. En jij bent 13. Ik bedoel, meisjes van 13 kopen nog zo speelgoedbaby's in de speelgoedwinkel. Jij hebt gewoon een echte baby. Ik kan gewoon legit met jouw baby en de, weet ik veel wat dat noemt, in de buggy of zo, op de straat lopen en dan gaan mensen denken: hey, mooie speelgoedbaby heb je daar. Dan sta je daar zo van: hey, het is geen speelgoedbaby. Ik heb dat uitgeperst. Mijn tip: Peter, ik weet het niet. Ik weet nog niet eens zeker of je zwanger bent. Je kan altijd een overdosis aan cola drinken en dan, ik weet niet, dan... Ja. Ik zie hier ook iemand zeggen. Het is letterlijk iemand. Denk goed na als je het kindje toch houdt. Dan heb je geen tijd meer om leuke dingen te doen. Moeten jij en je ouders een hele hoop geld tegenaan smijten? Is het waarschijnlijk uit met je vriendje? Waarschijnlijk. Nee, sowieso. Als een meisje met 13 een kind heeft, maar een jongen van 16. En op de een of andere wonderbaarlijke manier zou dat kind echt uitkomen. Wat ik niet snap. Dan gaat die jongen sowieso weg. Die is nog een jaar jonger dan mij. Hij gaat sowieso weg. Een jongen die seks heeft met een meisje van 13 als hij 16 is, wel geen papa worden. Mijn tip, gebruik een hoesje. Dan niet zonder hoesje in het poes. Tijd voor de volgende vraag. Ik ben afgestudeerd in psychologie, ik weet hier alles van. Ik ben 17, hij is 28. Veel voorkomend verhaal, weer over geleerd. Ik weet precies wat ik hier aan moet doen. Een paar jaar geleden wou ik pianolessen volgen, dus we kochten een piano. Het verhaal is simpel. Ik deed pianolessen, ik was 17. Ik werd verliefd op de pianoleraar van 28. En waarschijnlijk hebben ze seks gehad op de piano. Ik was alleen thuis en hij vroeg mij: zijn we alleen thuis? En ik zei ja. Na de pianoles gaan we als vrienden wat bovenop mijn kamer hangen. En zo toen kwam hij over mij liggen en kuste hij me. En toen begon hij mijn kleren...
Oké. We know enough. We weten wat er toen gebeurde. Maar nu is mijn vraag. Kan iemand van 17 met iemand van 28 zijn? Nee, dat kan niet. Nee. Gewoon niet. Ik zou dat even zeggen tegen je ouders. Even zeggen dat je een andere pianoleraar nodig hebt. Maar dat meen ik. Ik hoop wel dat het een goede pianoleraar was en dat je nu piano kan spelen en zo. Fix die shit. Masturberen. Ik heb gehoord tijdens de les over seksuele opvoeding, over masturberen. Maar nu is mijn vraag. Wat is dat nou eigenlijk? Want ik schaamde mij om dat te vragen. Wel, als je in de les seksuele opvoeding geen uitleg hebt gekregen over wat masturberen is, dan mag je even zeggen tegen die leerkracht dat ze mag oprotten. Dus masturberen, dat zijn beren die geboren zijn in de Mastru-streek. Dat zijn masturberen. Ze roodberen uit streek Mastru. Dat is een rivier, oké? 14 en droogneuken. Dag, wel, ik ben een meisje van 14 baar en ik zit met een probleem. Iedereen op deze fucking forum zit met een fucking probleem. Oh shit, haar verhaal is weg. Ze hebben haar verhaal weg dan. Hallo daar, wij hebben je bericht een beetje aangepast omwille van alle details. Wat jullie doen is strafbaar. Waarschijnlijk is het te illegaal om op internet te zetten. Dat meisje zit met een moeilijke vraag. Ze wil help met haar vraag. Deze site verwijdert haar vraag gewoon. Ze denken zelf ook, is te moeilijk. We gaan ermee weg. Go away. En dan verwijderen ze haar vraag gewoon. Doe vrijwillig mee. Hij verplicht mij totaal niet. Wow. Ik wil niet weten wat dit is. Snap je, ik wil het echt niet weten. Toen ik 14 was, maakte ik YouTube filmpjes. En toen ik 17 was, deed ik dat nog altijd. Dus ja. Is seksen strafbaar als je jonger bent dan 12? Gewoon als je er klaar voor bent, laat je niet beïnvloeden door iets of iemand. Doe gewoon als je zeker bent van... Yo, it's time. It's time to do it. Het leven van een psycholoog is geweldig. Dildo van mijn moeder gevonden. Deze wordt geweldig. Haha, ik ben er klaar voor. Hey, ik heb laatst een dildo van mijn moeder gevonden. Maar ik weet niet of ik het tegen haar moet zeggen. Ik ben namelijk niet zo close met mijn ouders. Ik heb daar een goede tip voor. Als je s'avonds aan tafel zit met je ouders en je hebt het avondeten. Terwijl je lekker je vlees aan het opeten bent. Haal je het ding van onder tafel en zeg je... Mama, wat is dit rare ding? Dat je je mama daar ziet zitten aan de andere kant van de tafel. Doe het weg. What the fuck? Moet jij daar gewoon zitten? Jee, gang. En dan dop je tegen eten of zo. En dan gooi je het naar haar hoofd. En dan loop je weg uit de kamer. Want dat mag allemaal. Dan ga je papa daar ook zitten zo van. Fuck, shit. Sommige namen van dingen die hier staan zijn echt gefokt. Maar echt, ik weet niet wat ik moet doen. Ik voel me echt heel raar. Bang voor mijn lief. Als je bang bent van je lief, dan is het... Skip die shit. Ik ben 14 en ik heb een vriendje. Maar de laatste tijd, als we alleen zijn, raakt hij me aan waar ik niet wil. Yo, skip die guy. Oh, weggaan. Waarom zou je niet gewoon weggaan? Waarom zou je die guy laten doen? Gewoon zeggen, yo, fuck off, je sukt. Nou, dan komt hij niet meer terug. En als hij terugkomt, dan haal je gewoon een mes en dan knip je zijn penis eraf. Case closed. Problemen opgelost. Alles is safe. Ik ben zoveel mensen aan het helpen hier. Het is niet normaal. Wat moet je doen als papa porno kijkt? Papa kijkt, denk ik, porno. Wat moet ik doen? Wat is naar hem gaan en vragen naar welke sites hij kijkt. Dat weet hij het ook wel. Ik draag deze zonnebril omdat ik al heel de tijd aan het huilen ben. Deze berichten raken mij emotioneel soms. Zoals deze. Wat is die witte vloeistof? Moet ik hierop antwoorden? Ik weet het zelf ook niet. Wat moet ik doen? Ik en mijn vriend hebben over laatst seks gehad. We doen dit telkens met een condoom. Liep er een witte vloeistof uit mij. Mijn vriend zegt dat het niet leek op sperma, maar meer een melkachtige witte vloeistof. Wat zou dat kunnen geweest zijn? Kijk, het is melk. Ik vertel het is melk. Ik wou dit normaal niet vertellen, maar het is zo. Je kan naar een glas onderhouden. Dan neem je even een glas en dan zo van, nee. Ik ben hier. Misschien aan je ouders vragen of zo. Hoe zeggen het is melk? Oké, nee, dat is geen melk. Ik ga het even uitleggen dat ik toch één iets nuttig heb gezegd in deze video. Als een jongen kan klaarkomen, heeft een meisje ook iets gelijkaardig, maar anders. En dat is dat. Snap je? Het is haar. Ja. Welkom in deze video. Wat jij nu leuk? Smet je zeker een duimpje omhoog. En we kunnen altijd nog zo'n video maken, want op die forum staan er echt keiharde dingen. Gokkende seksverhalen, deel 1. Ik ben Ace. Tot de volgende keer. Doei. Ik kan altijd een mail sturen. Tot ziens, dames en heren. Tot ziens. In een intense aflevering. Ik ben blij dat ik nog niet. Hallo. Dat ik niet meer mag.